Uw hoofd lekker dicht tegen het hoofd van uw man. Zo. En dan mag u in de camera kijken. En dan ga ik precies de foto maken. Zoals die dus meer dan 70 jaar ook gemaakt was. Mag ik vragen, hoe lang bent u getrouwd samen? 72 jaar. 72 jaar. En hij was naar Indonesië geweest 2 jaar. In dienst. En kwam terug. 2 dagen later kwam hij met zijn vriend voorbij. En toen zei zijn vriend, och, daar heb je Gretje, Jan. En zodoende zijn we toen aan het praten gegaan. En hoe is het gegaan? En hoe is het met je? En Oliver thuis is. En diezelfde avond. En toen vroeg hij of ik mee uit wilde. En toen zei ik, nee, vanavond niet. En toen zijn we, Sander, daar zijn we zouden we een uurtje uitgaan. Nou, en zo hebben we verkering gekregen. Jan is inmiddels 95 en Greta 94 en hebben een lang en gelukkig huwelijk achter de rug. Met weliswaar hard werken, want ze hadden een groente- en fruitzaak waarbij de taken goed waren verdeeld. Maar toen we de zaak hadden, deed ik de zaak en hij deed de buitenwijk en de inkoop en de boekhouding en alles wat erbij hoorde. U bracht de groente ook rond en het fruit? Ja, met paard en wagen. Met paard en wagen? Een tijdje met paard en wagen en aan de hand met de auto. Hè? Ja, met de rijdende winkel, ja. Met paard en wagen, een tijdje, ja. Ja, dat was in die tijd, was er niet anders dan paard en wagen. Het was bijna anders geweest. In die tijd tenminste was. Voor Jan en Greta zijn de jaren voorbij gevlogen. En nu, 72 jaar later, zijn ze nog steeds samen. Hoe houd je dat vol? Hoe je dat volhoudt? Hoe houden we dat vol? 72 jaar getrouwd. Oh, gewoon. Heel gewoon. Tja. Ja. Het gaat gewoon iedere dag hetzelfde liedje. Dus, je staat 's morgens op, je doet je ontbijtje. Ja. Eerst een kopje koffie. Krantje erbij. Ja. En dan kijken we. Dan beginnen we aan mijn taken. Gaan we naar de douche. En als dat gebeurt, dan kijken we wat nog gedaan moet worden. Maar u woont ook nog zelfstandig. Ja, ja, in zekere zin wel. Ja. Hoe doet u dat? Nog wel. Alleen gaat het lopen wat minder goed. Maar daar heb ik een rollator voor. Dus dat lukt wel. En voor de rest gaat het wat minder als voorheen. Maar het gaat nog. Ja. Het is alleen nu de laatste tijd dat mijn man wat minder actief is en wat minder mee kan helpen. Ja? Maar ook dat wordt opgevangen door hulp. Ja. Ja. Het gaat wat minder met u. Ja. Hij is veel kwijt. Hij vergeet heel veel. Ja. Ja. Vergeten ook, maar af en toe is iets. En dan vragen we daarna, zijn we weer anders. Ja. Dat het leven niet alleen voorspoed kent, weten ook Jan en Greta maar al te goed. Zo hebben we ook afscheid moeten nemen van een dochter. En een schoonzoon. En dat vind ik wel moeilijk. Ja. Maar voor de rest, de leven gaat wel verder. Ja, dat was het. En dan moeten we dat weer accepteren en dan willen we weer verder leven. Ja. Ja. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Het is geen één gezin. En overal is wel eens wat. Het is bij ons net zo goed geweest. Maar goed, dat knap je toch wel samen op, of niet? Daarvoor ben je dus samen. Om daarover te praten en om dat een plek te geven. Heel gewoon. Wat is het geheim van een goed en lang huwelijk? Geen idee. Blijven lachen. En maar denken van, nou ja, morgen wordt het weer beter en dan gaat het wel goed.